Hoi allemaal, in deze vroegte. Het is vroeg. Ik weet niet eens hoe vroeg. Nou ja, het is al wel licht, dus zo vroeg is het ook weer niet. Maar volgens mij is het ongeveer 20:15. Het zal nu wel 8:30 zijn. En ik werd wakker. Best wel een onrustige nacht. Oh shit. Ik dacht... Ik ga op aarde en zo lopen, dus het wordt niet nattig. Maar ik heb laarzen aangedaan. Mijn boots, die zitten, de hele zolen zijn gescheurd, maar ze zitten zo lekker. Maar als ik dan op nat gras loop, dan worden mijn sokken nat. Ik heb nog wel sportsokken aan en geitenwolle sokken, maar die worden gewoon nat. Welkom bij een nieuwe vlog. Van gezien de pien, jongens. Ik denk dat ik deze vlog ga gebruiken om mijn hoofd een beetje leeg te maken. En kijken of er mensen zijn die vergelijking daarin vinden. Jongens, kijk dan. Zien jullie dit? Oh, vet mooi, hè? En daar achter mij. Die zonnestralen door de bomen. Het is mistig. Dat vind ik heel ingewikkeld, mistig. Want punt 1. Ik moet gewoon een bril opdoen. Want ik zie eigenlijk, ik heb gewoon een bril. Maar ik vind dat ik eigenlijk gewoon heel goed kan zien. Totdat ik zwaar overprikkeld dingen, shit en zo heb, dan begin ik serieus ineens veel waziger te zien. Dat was punt 1. Punt 2 is, door die derealisatie shit, voelt het altijd al alsof je door een gekke filter heen kijkt. En als het dan ook nog eens een keertje mistig is... Is het nog weer verder. Dus het is verder, verder, verder. In de zone. In de zone. Twee weken geleden heb ik één dag methylphenidaat genomen. Ik werd al 2 weken wakker. Of is het vorige week? Was het vorige week? Vorige week heb ik methylphenidaat een dag genomen. Ik werd al 2 weken wakker met echt serieus geschreeuw. Knetterveel chaos in mijn hoofd. En ik kreeg het er niet uit met meer bewegen, met gek doen samen, met sporten en dergelijke. Het ging niet weg. Ik heb het wel ook gedaan. Ik ben ook naar een... Powerwalk clubje geweest. Was wel leuk voor die ene keer. Was niet echt succesvol voor de lange termijn. Het bood mij een beetje te weinig uitdaging. Dus, een dag methylphenidaat genomen. Ondanks het feit dat ik het echt totaal zei van ik ga het niet meer gebruiken, heeft het me wel weer eventjes een beetje gereset toen. Want dat was echt fijn om dan toch beter dingen te kunnen loslaten. Nu kan je denken, wat zwak of weet ik veel wat. Eerlijk gezegd, I don't give a fuck what you think. Because you're not me, me not you. We are we. But you're not me, and I'm not you. But we are all one. Of zo. Het is al bijna eind oktober. Het is al eind oktober in principe. Het is super zacht. Jongens, het lijkt wel voorjaar zo lekker. Dat je dat, ken je dat gevoel van nog eventjes zo'n voorjaarszonnetje wat je dan in je rug hebt? Nou, dat is precies het gevoel wat ik nu voel. En blauwe lucht, vogels. Verderop een oud vrouwtje die daar wat verdwaasd rondloopt. Naar mij kijkt alsof ik iets ben waar je bang voor moet wezen. Oh nee. Ach, ze maakt foto's. Wat leuk. Nou, net zoals dat ik hier een filmpje maak. Maar dat filmpje, dat filmen en dat vloggen hier, dat is nog steeds wel iets ongewoons. Ik merk wel dat de afgelopen 2 dagen ik toch alweer wat meer chaos in mijn kop heb. Een beetje zoekende ben. Wat wil ik doen? Waar ga ik heen? Waar gaat het allemaal brengen? Mijn contract in loondienst, dat stopt. Tenminste, dat houdt op. Het was een contract voor 5 maanden. Dat echt een projectmatig
werk is wat ik aan het doen ben. Waarbij ik wel echt eigenlijk eerlijk gezegd best wel achterlijk groot project is voor deze korte tijd. En als ik zie wat ik allemaal nog moet doen, dan denk ik, jeetje, Mina. Maar dat stopt op 31 december dus. Dus tot 31 december heb ik nog ontzettend veel te doen. Desalniettemin ben ik eigenlijk ook al super ver. Maar het komt wel goed. Even dit loslaten, klaar. Maar dan ben ik daar dus al wel mee bezig. Zo van, met 31 december en wat dan daarna? En ik snap niet die mensen. Die mensen die gewoon zo lekker alleen maar in het moment van de dag kunnen leven. Serieus, dat kan ik dus echt alleen maar als ik daar mezelf voor wat toestop, zeg maar. Op de een of andere manier. Ik wil het wel. Het is niet dat ik het niet wil. Ik wil het. Ik wil het heel graag. En tegelijkertijd is het heel apart. Want mensen zeggen juist, Pien, je bent heel erg in het moment. Want jij voelt en je beleeft en je ervaart en je ziet en je ruikt en je... alles. Ja, dat is eigenlijk ook zo. Ik heb geen weerwoord op. Ik heb daar niks op te zeggen, behalve deze ontzettende, mooie... Dit is geen eik. Wat is dit voor boom? Dit is ook geen kastanjeboom. Wat is dit voor boom? Mijn moeder zou het weten. Zou het een Amerikaanse eik zijn? Ja. Een Amerikaanse eik heeft meer punten, toch? Dan zo'n... Is het dan een andere, is het dan de Europese eik of zo? Die heeft meer die rondige eikenbladeren en deze heeft meer van die puntige eikenbladeren. Kijk, volgens mij heb ik gelijk. Volgens mij is dit een Amerikaanse eik. Tada. Kun je het zien? Ik heb namelijk gezet de camerastand op stabilization. Waardoor die ook een beetje meer de focuscamera pakt. Maar kijk. Mooi, hè? Zo. Ja, deze vlog is echt fantastisch. En hoe gaat het tot zover? Meneer, mevrouw de therapeut. Dat gaat wel goed. Dat gaat goed met mij. Laten we die vraag eens een keertje andersom stellen. Ik zat ook te denken om een scheurkalender voor de GGZ te gaan maken. Kut! Nu heb ik het gezegd. Fuck. Oh shit. Oké, dat maakt niet uit. Maakt niet uit. Ik zat erover na te denken om een scheurkalender voor de GGZ te gaan maken. Dat is iets anders. Ik was bezig met iets anders. Niet voor de GGZ, want daar heb ik niet meer zoveel mee. Tegelijkertijd blijf ik er ook altijd wel mee verbonden, moet ik heel eerlijk zeggen. Verbonden met de drive in de zin van dat ik toch wil blijven prikkelen, maar vooral wil inspireren daar. Inspireren, dat is het beste woord. Dat ik vooral daar ook wil blijven inspireren. En ik loop nu richting die vrouw met die muts die foto's aan het maken is. En ik begin nu te twijfelen of het geen man is. Goed, dus een scheurkalender zat ik te denken voor de GGZ. En dan allemaal van die quotes erop te zetten van... goh, laten we vandaag eens vragen hoe het met jou gaat. Maar dan allemaal van zulke soort dingen, maar dan richting de therapeut, zeg maar. Ik ga hem heel even pauze doen. Ga ik even langs iemand heen lopen. Het is heel merkwaardig, maar ik merk... Oh, wacht even. Ik merk dat ik wat schuwer ben geworden met vloggen sinds ik ben verhuisd. En ik weet ook waardoor het komt. Dat komt toch doordat anderen dan vragen over opmerkingen over maken. En niet zozeer opmerkingen als zin van, oh, wat superleuk dat je dat doet. Maar meer vragen in de vorm van hun eigen angsten. En dat soort dingen. Dus het is apart dat dat dan ook nog zo kan veranderen. Want ik merk dat, ik ben nu aan het filmen, in het vloggen, in het bos. En dan kom ik mensen tegen, doe ik hem toch uit. En wel een leuk praatje hoor. Vrouw die elke dag komt, zei ze. En al jaren en jaren. En eigenlijk ook heel vaak, ze heeft altijd de camera bij zich om foto's te maken. En heel vaak ook gewoon op dezelfde punten foto's maakt. Het is ook wel mooi. Als je dat zou doen, als je elke dag een foto maakt op hetzelfde punt en dan ook de seizoenen ziet veranderen. Dat is wel mooi. Ik heb vanavond een bedrijfsfeestje, jongens.
En niet zomaar een bedrijfsfeestje. Het is met overnachting. In een trekkershut. Met meerdere mensen. In een trekkershut. Vind ik toch gewoon een beetje een dingetje. Ik hou er sowieso niet van om ergens anders te slapen. En dan ken ik ze ook allemaal niet zo goed. En ja, dat. Maar het wordt waarschijnlijk hartstikke leuk. Het is echt super druk in het bos, joh. Ik zie overal mensen lopen. Wat doen al die mensen hier? Waarom kunnen ze niet gewoon weggaan? Wat voor dikkie, hé. En ik moet goed in de gaten houden waar ik nou de auto heb neergezet. Nee, komt wel goed. Ik ben een beetje tot rust al gekomen, merk ik. En eerlijk gezegd, deze vlog met niet al te veel noemenswaardige inhoud is misschien wel de perfecte vlog om gewoon mee in slaap dan te vallen of zo. Kan je luisteren naar mijn zwoele stem. Maar goed. Het bizarre is ook wel, ik kan mezelf ook wel heel snel weer oppeppen, omdraaien daarin. En dan het volgende moment heb ik een hele energieke, vrolijke vlog. Maar ik word wel een beetje moe van die Pien, als ik eerlijk ben. Die altijd maar aanstaan, Pien. Wel ook enthousiaste Pien, die heb ik ook nodig. Om tot toffe projecten en inzichten en alles te komen. Maar ik word er ook wel moe van. En ik voel me ook een beetje moe nu, merk ik. Ja, een beetje melancholisch voel ik me ook wel een beetje. Trouwens, ik heb nog wel iets bijzonders te delen. Dat is dat ik vanmorgen wakker werd. En op de een of andere vage manier ik per se naar mijn website wilde. Mijn eigen website. En daar de trailer van mijn documentaire opnieuw heb gekeken. Van de energetische GGZ. Weet je, sinds tot ik tot geloof ben gekomen. Trapte ik in die val van. Oh nee, hier moet ik een andere video van maken. Ik ga hier zo video deel 2 van maken. Ja, dat ga ik doen. Oké. Dus sinds dat ik tot geloof. Oh nee, dat werd de andere video. Wacht even. Omschakelen, wat kan ik dan zeggen? Dus ik ging mijn trailer van de documentaire opnieuw bekijken. En toen keek ik ineens zo anders er weer naar als dat ik het afgelopen jaar ernaar heb gekeken. Ik kon ineens weer veel meer met liefde naar mezelf kijken. En dat ik echt denk, jeetje, wat een werk heb je neergezet. En wat een zware reis voelt het al door het beeldscherm heen, zeg maar. Maar in één keer, nou ja, dat. En eigenlijk was dat het gevoel waar ik mee opstond en dat ik dus ook wilde. Daar wilde ik deze wandeling en vlog over hebben. Jemig, kijk, maar dit is dus wat er altijd gebeurt. Dat heb ik al van kind af aan. Mijn vader zei dat altijd. Jij hebt eerst een uur lang bullshit nodig totdat we bij de kern komen. Nou, hij zei niet bullshit, maar een uur lang moet ik eerst ratelen over van alles en nog wat voordat ik daadwerkelijk bij de kern kom. Dat heb ik dus ook met jullie. Hier op YouTube. Eerst zit je gewoon 20 minuten lang te luisteren naar heel veel ruis. Totdat ik bij die essentie in die kern kom. En de essentie in de kern is. Toch echt best wel heel knap van mezelf vind. Wat ik allemaal heb gedaan en wat ik heb neergezet. En als er mensen. Hè, ik hoor het wel eens van. Hou nou eens een keertje vast met wat je allemaal doet. Nou, het spijt me wel, vriendin. Ik vind je een lieve vriendin die dit heeft gezegd. Maar ik hou juist dingen vast. Net zolang totdat het niet meer nodig is om vast te blijven houden. En dan laat ik los. En dan ga ik weer iets nieuws beginnen. Dus ik ben geen opgever. Ik ben gewoon een firestarter. Dat is wat ik ben. Ja, en ik ga niet alleen maar. Ik laat niet verderf en shit achter. Dat doe ik niet. Ik maak het mooi achter. Ik leg er. Het is klaar. Het is af. Het is rond. En misschien niet voor iemand anders. Maar wel voor mij. En dit is wat werkt voor mij. Dus fuck iedereen die er anders over denkt. Oh, lekker. Lekker dat, jongens. Oké, we gaan vandaag een wolf tegenkomen. Dat gaan we doen. En ik heb een selfie stick bij me om mezelf mee te beschermen. Het zal wel dikke actie wezen, hè?
Dit is echt prachtig. Check this out. Ik ben hier nog nooit geweest. Oeh, kerstbomen. Ik zocht kerstbomen voor in mijn voortuin, want ik heb daar nu een paar kale plekken. Behoorlijk kaal plek. Het is toch maar een soort van zandlandschap, omdat ik al mijn mais eruit heb gehaald. Mijn mais was klaar. Weet je, als je me niet inderdaad volgt op Instagram, dan mis je al deze dingen. Tegelijkertijd is Instagram, jongens, echt waar. Ik vind het echt vreselijk. Ik post er wel dingen op, maar ik vind het vreselijk. Het is zo leeg, zo nietszeggend. Echt waar. Maar ik zocht dus kerstbomen. Ik wil kerstbomen, een paar kerstbomen in mijn tuin. En zie hier hoeveel kerstbomen hier staan. Maar ik denk serieus dat ik dat heel veel grote problemen mee ga krijgen als ik die hier eruit ga halen. Dus dat ga ik niet doen, want dat heb ik nu ook al op film gezet. Dus dat is bewijsmateriaal, dus dat gaat niet gebeuren. Het ruikt hier heerlijk. Het ruikt hier naar dennenbomen, sparrenbomen, naaldbomen met dauw. En zo'n beetje zo'n nattig Eftelings sprookjes, hoe noem je dat? Droomvluchtgevoel. Ken je de droomvlucht in de Efteling? Daar ruikt het best wel naar hier. Maar dan is dit echt, zeggen ze dan. Hè? Dat is gemaakt, dit is echt. Maar het voelt allemaal niet zo echt. Dat is gek is dat, hè? Dat is echt kut. Het voelt allemaal niet zo echt. Ja, het is allemaal echt. God is echt. Op bestaat. Ik heb daar een liefde van gevoeld, van Jezus. Dat is ongeëvenaard. God bestaat, zijn liefde is ongeëvenaard. God bestaat, zijn liefde is ongeëvenaard. Ik word slecht. Ik word doodvermoeiend van mezelf, weet je dat? Ah, ik heb geen label ADHD, hè? Of autisme, of wat dan ook. Die labels, mensen, zijn ook bedacht voor die artsen. Zodat ze beter mensen in hokjes kunnen plaatsen. Dat weet ik. Maar het is zo lekker om ergens bij te horen. Ik wil gewoon een Team Pien. Wie zit in Team Pien? Zeg maar, niet officieel gediagnosticeerd, want je hebt een lange relatie en dat past niet bij ADHD. Je bent dus sociaal aangepast voor autisme. Het enige wat ze wel hebben vastgesteld is pnea. Dat is een functionele neurologische stoornis. Dat is niet altijd leuk. In het verleden hebben ze gezegd dat ik een bipolaire stoornis had. Angststoornissen, niet anders. Zij het soms geven. Nog meer feestjes in de aanbieding vandaag, jongens. Derealisatiestoornis. Oh, hoogbegaafd. Zeer hoogsensitief. Nou, top. Weet je wat je ermee kan in je leven? Gewoon net niks. Serieus, ik bedoel, er zijn inderdaad van die snelle denkers ook en zo, die helemaal hun weg erin hebben gevonden. Maar dat is maar een stukje wat je ziet. Ik word gewoon bijna aangevallen door een Malteser. En jullie zagen dat waarschijnlijk al achter mij. Gewoon een fucking Malteser. Nou, dat is niet die wolf als wat ik in gedachten had, jongens. Als ik een wolf zou zien, goh, dat zou echt spannend zijn. Ik had gehoord dat heel veel mensen uit het dorp hier dus niet meer... Nou, moet niet liegen. Ik heb er maar van één persoon gehoord. En die praten met een andere persoon, dus dat waren er maar twee. En die gaan dus hier niet meer wandelen. Als het maar een beetje schemerig wordt. Uit angst voor die wolf. Fun. Ik weet niet. Eén of twee. Ik heb geen idee. Ik heb ook niet onderzocht of het hier voorkomt. We zijn hier aan het wandelen. En we hebben het goed samen. Ik heb mijn thee. Oorsuizen. Dus ik denk dat ik al met al... Ik ga er gewoon even bij zitten. Al met al... Ook al komt dat niet zo over meestal, hè? Want ik ga gewoon door bij anderen, bij mijn werk. Die zeggen wel het te kunnen weten en zien. Maar ik denk dat ik echt veel te ver doorga met alles constant. En dit is echt fijn. Even zo zitten.
Heen en weer wiebelen. Even uitzonen. Dit is echt fijn. Misschien is dit het enige wat ik de hele tijd al gewoon had moeten doen. Om die stilte opzoeken op dit punt. Eén zijn met alles dat is. Mooi vlog dit. Lekker zweverig einde. Ik hou ervan. Mensen hebben gevraagd of ik mijn kutcursus nog ga starten, by the way. Ja, ik moet eigenlijk even in deze rust blijven, dus ik ga dit even snel afronden, oké? Okay? Of ik mijn kutcursus ga starten. Weet je wel, zo'n... Ik heb zo'n cursus wat ik wilde doen. Ik heb er ook iets op YouTube over gezegd, en voornamelijk over Instagram. Toen dacht ik, moet ik dat nou echt gaan doen? Moet ik dat doen? Ik ga erover nadenken. Misschien hebben mensen er behoefte aan. Heb ik er behoefte aan? Het samen te doen. Misschien kan het leuk worden. Wie weet. Tot de volgende. Doei. Stop time and stay in this moment. Never think about going. Won't you stay with me for a little while? Got myself free falling deep into your eyes. You came to me without warning. I could stop time and stay in this moment. Never think about going. Won't you stay with me for a little while? Stay in this moment. Never think about going. Won't you stay with me for a little while?